ik ben Sharon van Creative Cosmetics. Wat jullie zo meteen zien is een live video van Facebook. Hij is niet live nu, maar hij is live opgenomen. Maar we vinden hem eigenlijk te leuk om hem niet met jullie te delen. Dus vandaar dat jullie hem nu op YouTube ook kunnen bekijken. En ik hoop natuurlijk dat jullie alle video's voor de rest ook weer via YouTube meekijken. Nou, bedankt allemaal en veel kijkplezier, hè. Doeg! Hallo allemaal. Ik ga vandaag een mooie look laten zien voor een rijpere huid. En ik ga je helemaal laten stralen, hè? Ja. Nog meer laten stralen. Hartstikke leuk dat je er bent. Graag gedaan. Ja, helemaal tof. Want ja. Je bent de oma van Judith, hè? Van Judith. Ja. De oma van Judith. En Judith is een collega van mij. Je hebt allemaal nieuwe collega's. En Judith werkt hier nu alweer een maandje, denk ik. Misschien wel twee. En ik zei, ik vind het leuk om in de live video's verschillende mensen te krijgen. En toen zei ze, nou, misschien vindt mijn oma het wel leuk. En mijn oma vindt het leuk. En oma vindt het leuk. Het is vandaar dat oma lekker los in de stoel zit. En ik ga gewoon eens laten zien dat deze make-up eigenlijk voor iedereen wat leuks heeft. Goedemiddag Natasja, leuk dat je er bent, dat je weer meekijkt. Kijk vaak mee. Andere Natasja, wat leuk. Ik ben benieuwd naar de look. Ja, nou ja, dat wordt hartstikke prachtig. We gaan ons best doen, hè? Ja hoor, absoluut. Ja. Ja. Ben je wel eens live geweest? Nee, nog nooit. Eens moet de eerste keer zijn. Ze zullen er wel verschrikken, denk ik. Hoi Heidi. Ze zullen er wel verschrikken. Nee hoor, maar je krijgt al de eerste duimpjes, krijg je al. Dan gaat het helemaal goed. Dan mag ik uw leeftijd weten? Ja hoor, bijna 80. Bijna 80. Nou, kijk eens, ik wou dat ik er nog zo uitzag als ik bijna 80 was. En eerste hartjes. Nou, helemaal heerlijk. Goedemiddag Jolanda, goedemiddag Heidi. Hartjes en duimpjes. Degene die mee zit te kijken, die gaan dat sturen naar jou. Dus die vinden het helemaal leuk dat jij nu bij mij in mijn stoel zit. En dat ik jou mooier ga maken. Nou, als je voor mij heel even je bril af wil doen, dan gaan we beginnen natuurlijk met een mooie verzorging voor de huid. Want een mooi verzorgde huid maakt je al mooier. Mooier. Ja. Hoi Lisa, hoi Jolanda, leuk dat jullie erbij zijn. Ik ga even beginnen met een heerlijke oogcreme van Creative Cosmetics. Ik werk uiteraard alleen maar weer met producten van Creative. Daar ben ik gewoon fan van. Ik ga niks anders meer voordoen. Dit blijft het gewoon. Waarom ben ik er zo'n fan van? Het is heerlijk zacht voor je huid. En het belemmert jouw natuurlijke huidbalans niet. Lisa, sorry, maar zo oud ben je niet. Danielle, leuk. Nou, kijk eens aan. Ik ga lekker de oogcreme masseren. Mag je omhoog kijken? En dan ga ik hem zo lekker hier zo en daar zo lekker aanbrengen op de huid. En je ziet dat ik dat een beetje deppend doe. Mag je oog dicht. Dan gaan we ook aan de bovenkant doen. En gebruikt u zelf ook lekker de oogcreme? Nee, ik gebruik dat niet. Nee. Een beetje mijn kant op draaien. Ja, dan mag je het oog dicht houden. Oké, maar heb je wel eens een trekkerig gevoel bij je huid? Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ik kan niet zeggen overdreven veel. Oké, dus dan heb je toch wel een vrij makkelijke huid. Ja, dat is waar. Je hebt niet snel ergens last van? Nee, gelukkig niet. Nou, wat de crème doet is eigenlijk goed heerlijk. Hydrateren van de huid. Heerlijk zacht. Fijn, hè? Ja, het is echt heerlijk gevoel. En ik ga hem ook gewoon lekker een beetje zo inmasseren. En je merkt rondom de ogen is de huid gewoon wat dunner en wat fijner. En die heeft gewoon net even wat meer moeite om werkstoffen uit een crème te halen. En het fijne van een oogcreme is ook heerlijk zacht. Speciaal ontwikkeld voor de meest gevoelige huid rondom de ogen. Dus dat is heel fijn. En er zitten allerlei plantaardige olie in die je huid mooi verzorgen. En ik ga nu lekker de intensieve repaircreme doen. En het leuke daarvan is er zit arganolie in. Ken je dat, arganolie? Die naam ken ik wel. Heb je wel eens van gehoord? Ja. Nou, weet je ook de werking daarvan? Nee, dat weet ik niet. Nou, wat wel leuk is, arganolie werkt herstellend voor de huid. Dus mocht je last hebben van schilfertjes of gevoeligheid, dan is arganolie heel fijn omdat hij het huidherstel aanpakt. En ook de huidbalans in qua huidolie. Dus eigenlijk heel goed is voor een hele vochtarme huid en daar gaat het gewoon helpen te hydrateren. Oh. Nou, en waarom ik nou eigenlijk altijd van binnen naar buiten druk geef, dat is gewoon heel fijn. Want dan voed je eigenlijk, de spiertjes gaan die kant op. En dan afvalstoffen en dergelijke, die verwijder je dan. Verwijder je, Nou, neem je alles een beetje mee. Zo. Kunnen jullie ons goed zien en horen? Gaat het allemaal goed?
Zo, hoe voelt dat? Heerlijk. Lekker, hè? Ja, dat kan. Ja, dat voel je heel goed op. Even een ontspanningsmomentje. Ja, dat voel je heel goed. Na het hydrateren beginnen we met plekjes te camoufleren. Die je zelf misschien een beetje vervelend vindt of misschien niet. Ik weet niet, draag je wel eens make-up? Ja. Oké. En mag ik vragen wat u normaliter draagt? Nou, gewoon van de, zal ik zeggen, een dagcreme heb ik erop zitten. En dan mijn wenkbrauwen doe ik een beetje. En dan mijn lippen. Niet echt zwaar, want ik bedoel, omdat ik daar geen helft in ben. Maar gewoon dat het verzorgd eruit ziet. Dat is ook wel prima. Het is echt net wat je gewend bent. Ja. En ik zou ook niet heel erg gaan knallen met make-up. Nee. Het is wel gaaf dat je weet dat bepaalde kleuren jouw ogen mooier naar voren laten komen. En dat inderdaad de wenkbrauwen, zodra je daar iets mee gaat doen, dat je toch een uitstraling krijgt bij de ogen, waardoor je er heel mooi vrouwelijk uit gaat zien. Nou ben je natuurlijk wel een hele mooie vrouw, maar dat kan je nog net even wat meer accent geven. Dus wat gaan we doen? We gaan beginnen met een roze concealer. Roze concealer, iets wat je licht maakt, haal je naar voren. En ik werk met minerale make-up van Creative Cosmetics. Dat is heel zacht voor je huid. En kleine beetjes hebben dan veel effect. Ik heb nu een dekseltje en dan pak ik even zo die roze concealer uit. Zo, met dit kwastje. En die breng ik dan aan op schaduwen. En schaduwen, mag je even omhoog kijken? Dat is bijvoorbeeld hier. Hier een beetje schaduwtje zitten. En iets wat je lichter maakt, haal je naar voren. Dus dan krijg je dus minder schaduw. Dit hoekje is bij iedereen vaak wat donkerder. De huid is daar wat dunner en kijk je er wat meer doorheen. Waardoor je wat meer, dieper in je ogen lijkt wat dieper te liggen. Lijkt wat donkerder. En iets wat ik dan nu oplicht, dat ben ik nu aan het doen met die roze concealer. Dan haal je dus wat naar voren en dan krijg je een hele mooie open uitstraling. Juist. Als je nu je ogen open doet, dan zie je echt al verschil met links en rechts. Ja, dat kun je inderdaad zien. Ja, vooral eigenlijk, de schaduw bij de ogen zie je aan die kant veel meer dan aan deze kant. Als aan die kant. Ja. Zie je dat? Ja, dat kan je heel duidelijk zien. Nou, en dan gaan we dat aan de andere kant ook doen. En kleine beetjes hebben veel effect. En mocht je nou uitschieten met dit, dan kan je natuurlijk altijd nog heel mooi blenden. En dat betekent eigenlijk van iets naar niets laten verlopen. En dat betekent ook dat je het dus niet meer ziet, maar wel het effect daarvan. Het effect, ja. Een klein beetje rondom de neus. Er zit ook een schaduw. We hebben hier een klein beetje schaduw. Zo. Zo kun je alle schaduwtjes iets oplichten. En doordat je dat doet, krijg je eigenlijk een beetje een verjongend effect. Ja, ik wou net zeggen, dan ga je er wat jonger uitzien. En nu eigenlijk de schaduwtjes lekker aan het opvullen. En waar die roze concealer ook super fijn voor is, als je wat ouder wordt, dan kan het ook zijn dat je in een klein beetje pigmentvlekjes krijgt. En daar kun je die roze concealer ook heel mooi voor gebruiken. Ja, dat is iets wat veel voorkomt, van die vlekjes. Ja. Nou, valt bij jou wel mee hoor. Ja, vind je? Ja, ik vind niet dat je er heel veel hebt. Vind je dat zelf wel dan? Nou, ik wel. Als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, jee, weer één erbij. Oh ja. Ze zijn er ook ineens, hè? Ja, en soms steekt het weer weg ook. En dat vind ik heel typisch, want dan is het weer veel lichter ineens. Ja. Nou, het heeft wel aan blootstelling van de zon te maken. Het is eigenlijk hyperpigmentatie wat er gebeurt. Dus als je dan de zon ingaat, kan het ineens wat heftiger aanwezig zijn. Ja, dan is het gewoon weer even wat actiever. Nou, moet je nou eens kijken dat verschil met links en rechts. Ja, dat kun je al heel goed zien. Zo. Leuk, hè? Ja. Nou, dan gaan we de andere kant ook doen. Een beetje mijn kant op draaien. En dan gaan we hier de schaduw doen. En ga je dan straks nog wat leuks doen? Weet je het nog niet? Oh nee, dat weet ik nog niet. Oh. Misschien gaat u dit wel wat met je drinken ergens. Die is ook aan het werk nu. Ja, die is ook nog aan het werk. Misschien wacht ze wel op, ja. Dat doet ze zeker. Want ze brengt weer terug. Oh, leuk. Mag je ogen dicht? Gaan we hier ook even zo mooi de bovenkant het hoekje een beetje naar voren halen? En heb je gevoeld hoe zacht die kwastjes zijn? Heerlijk zacht, ja. Die zijn ook speciaal ontwikkeld voor Creative Cosmetics. Omdat we, als je gevoelige huid hebt, deze lijn is helemaal opgezet voor de meest gevoelige huiden. En wat het fijne hiervan is, dat het gewoon heel zacht is allemaal. Ja, en als je gevoelig, ja, als je gevoelige huid hebt, merk je dat gewoon. Dan wil je gewoon alleen maar zachte producten. En Charlotte vraagt, is dit een poeder of een crème? Het is inderdaad een poedertje, zegt Vanessa al. Hey Vanessa, leuk dat je meekijkt. Wat het leuk is, als je iets lichter maakt, haal je het naar voren. Maar ook even het verschil van een poeder en een crème.
De mineralen die reageren op jouw lichaamswarmte, waardoor die dus al heel mooi samensmelt met je huidolie. En dat is heel fijn, want dan heb je wel de effecten van de make-up, maar dan is het niet zo dat het heel erg... Dat het er heel erg oplicht is. Nee, juist niet. Nee, omdat die heel mooi samensmelt met je huidolie, wordt het gewoon mooi en geheel inderdaad. Ja. En zo kan je op een hele natuurlijke manier, kun je echt jezelf mooier maken, zonder dat een ander dan echt ziet dat je daar iets voor gedaan hebt. Aan deze kant heb je iets meer pigmentvlekjes inderdaad. Ja. Klein beetje op de kin ook. Dus ook op die pigmentvlekjes ga ik een klein beetje van die concealers gebruiken. En zo, mag je een beetje mijn kant op draaien. Klein beetje hier ook. Ik ga ze niet helemaal weghalen, want het is wel leuk ook met pigmentvlekjes. Sta je daar niet altijd blind op. Je zal zien dat alles zijn eigen effect heeft. En je kan wel prima heel mooi camoufleren hier al mee. Maar als je straks bronzers en blusters aanbrengt, dan zul je al heel mooi zien dat, dat het al veel rustiger wordt. En dat je aandacht gaat verleggen naar jouw mooiste punten. Ja. Nou, ik heb nu de roze concealer gedaan. En dan gaan we roodheid camoufleren. Ik vind niet dat je heel veel roodheid hebt. Een heel klein beetje op de neus en een klein beetje op de ogen. Dus ik pak alleen dat kleine kwastje. Dus als je nou wel veel roodheid hebt, dan zou ik zelf wel adviseren als je bijvoorbeeld heel erg bloost. Om op de wangen dit kwastje te gebruiken. Dat, die is gewoon wat groter. Ja. Nou, eens even kijken. Even een beetje hier. Dus dat is de groene concealer. En die gebruik ik echt om roodheden iets te camoufleren. Dus net even rustiger te maken. Als je bijvoorbeeld een roze plekje hebt, heb je ook helemaal niet, hè? Nee. Kom je er wel goed af. Ja, fijn hè? Mag je ogen dit? Op de oogleden zie ik wel een klein beetje de bloedvaatjes zitten. En dan is het heel mooi om dat ook even net wat rustiger te maken met die groene concealer. Zo. Nou, dat vind ik al genoeg zo hoor. Maar een klein beetje. Ja, je kunt het nu worden. Je kunt het al heel goed zien. Even kijken, Sandra. Kun je deze concealer ook gebruiken onder vloeibare foundation? Hoi Sandra, bedankt voor jouw vraag. Mineralen kun je allemaal los van elkaar gebruiken. En je zou het ook onder vloeibare foundations kunnen gebruiken. Alleen ik zou het zelf een beetje zonde vinden, omdat mineralen is heel goed voor je huid. En mineralen zijn zelf wel, vind ik, gewoon heel mooi op elkaar aansluiten en mooi één geheel worden samen. Maar je kan het prima proberen, hè? Omdat die mineralen die smelt samen met je huidolie. En hetgeen wat er dan overheen gaat, ja, het behoudseffect. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. Elise zegt, oh, je ziet echt verschil. Ja. Is de concealer, weet ik niet of ik het goed schrijf, voor de schaduwen ook de roze? Ja, inderdaad Elisa, de roze concealer is voor de schaduwen. Ja. Nou, ik ga even door met de foundation. Ik pak een beetje foundation in mijn dekseltje. En ik heb voor nu de kleur Saddle. Dat vind ik een hele mooie kleur van jou. En dan pak ik dat heerlijk zachte foundation kwastje. En het leuke van mineralen is dat je het heel makkelijk en snel aan kan brengen. Zonder dat je daar echt voor gestudeerd hoeft te hebben. Ik verdeel hem even in mijn kwastje. En dan mag je je ogen dicht. En dan ga ik hem lekker zo in een ronddraaiende beweging overal overheen aanbrengen. En nu zie je ook dat die mineraal die eigenschap heeft dat hij mooi samensmelt met je huidolie. Waardoor die dus heel mooi verdwijnt. En gewoon mooi rustig egaal maakt. Een beetje mijn kant op bij je. Dankjewel. Want het is nu niet zo dat ik die concealers die ik dan net gedaan heb in een naar de andere kant op wrijf of zo. Nee, die zijn al aan het samensmelten met je huidolie. Dus dat pakt elkaar op eigenlijk. Ja, nou ja, mineraal heeft gewoon echt lekker die eigenschap. Dat hij op jouw lichaamswarmte reageert en daardoor dus heel mooi op je huid blijft zitten. Op je huid, juist. Suzanne, good morning from Richmond, Virginia. Guten Morgen. It's my tiny bit of Germany I learned when I was stationed there in 1970. Oh, hi there. Leuk dat je meekijkt. Nice that you're looking at us. I hope you liked it, what we're doing. Leuk ook eens een ouder model, Inge. Leuk dat je meekijkt. Ja, vond ik ook. Ik ben gek op mensen en ik vind het heerlijk dat niet iedereen hetzelfde is. En make-up is echt wel voor iedereen. Hoi Suzette, leuk dat je meekijkt.
Dus vandaar dat ik eigenlijk zoveel verschillende modellen lekker in mijn stoel wil. Ik pak met een klein kwastje pak ik een beetje van die foundation op. Die was ik aan het doen. En dan mag je omhoog kijken. Want dan ga ik hem daar heel mooi aansluiten. Want als je dat namelijk doet, dan zie je heel mooi dat je alles één geheel hebt. En ik begin nu eigenlijk gewoon, ja, dit is gewoon een mooie rustige basis. Mag je ook dit. Mag je een beetje omhoog kijken. Mooi aansluiten. Dus een klein kwastje en ben ik nu de foundation rondom de ogen ook mooi aan het aansluiten. Zodat die eigenlijk gewoon mooi daar aanwezig is. Dan mag je ook dit, ook aan de bovenkant. Nou, en nu is het misschien voor jou even leuk om even je bril op te zetten. Zodat je even zelf ook in de spiegel kijkt. Ja, dat gaan we doen. Want dan kan je eens even, of je ziet het misschien al wel zo. Ja, ja, ik kan het wel zien. Zo! Ja, dat kun je goed zien. Tof, hè? Ja, een heel ander gezicht. Ja, absoluut. Keurig. En wat het leuke is, wij hebben van Creative Cosmetics heel veel verschillende tinten van foundation ook. Want niet iedereen is hetzelfde, hè? En qua ondertoon in de huid, of warm of koel, is het echt wel belangrijk dat je de juiste tint hebt. Wat wel heel fijn is daarvan, als je de juiste tint hebt, ga je dus veel minder van je product gebruiken. En je krijgt geen harde kaaklijn of geen maskereffect. Het wordt gewoon mooi. Ja. Nou, dat is helemaal leuk. Het sluit mooi op elkaar. Zeer goed. Suzanne zegt, nou, hartstikke goed. Blijft deze make-up goed zitten. Nou, Julia, bedankt voor je vraag. Ik vind het wel leuk dat je het vraagt. Wat leuk is, minerale make-up blijft dus echt super goed zitten. Omdat het zo heel mooi één geheel wordt met jouw huidolie. Het heeft dus die eigenschap om lekker samen te gaan werken met jouw natuurlijke huidolie. Waardoor die dus heel mooi verdwijnt. Ja. Geweldig, echt heel natuurlijk, mooi. Zo zouden alle ouderen een keertje verwend kunnen worden. Ja, leuk hè, Patricia. Vind ik dus ook hè. Ik vind het echt tof. Ja, ik, en weet je, zeker niet zo dat als je dan ouder bent, dat je dan niks meer hoeft te doen. Maar het is wel leuk als je dan weet van, hé, op bepaalde plekjes kan ik dit of dat doen. Ja. Dat je net even wat meer, je gaat het gewoon uitstralen als je je eigen goed voelt. Ja, is ja. Ja. Nou, bronzer ga ik ook nog doen, dat vind ik ook heel leuk. Dan kun je een klein beetje de vrouwelijke vormen naar voren halen. Dan gaan we het jukbeen iets meer aanzetten. Hey Minette, leuk dat je meekijkt. En Afinia, ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor. En Minette zegt, ik vind het een topproduct. Ja, ik ook. Ik ben de grootste fan, denk ik. Ik heb de bronzer chocolate. En die pak ik even in mijn bronzerkwastje op. En het is ook weer mineraal, hè. Alles is bij ons mineraal. Ja. Puur natuur. Dus lekker goed voor de natuur en voor je huid. Dat is heel belangrijk tegenwoordig, vind ik. En wat wel leuk is, ik kan de gezichtsvorm iets ronder laten lijken. Je mag je bril gewoon ophouden. Ja, kan ook. Hou lekker op. Ja, mag je je kin ietsje naar beneden doen. En dan weer een jukbeen. En die ga ik iets meer aanzetten. En dan vrij horizontaal. En dan ga ik een iets rondere vorm creëren. En hier een klein beetje verticaal een stukje. En ik zeg altijd, een mooie strakke kaaklijn zit ook in een potje. En wat wel heel leuk is, kijk hier weer een klein beetje. Op een gegeven moment gaat dit wat hangen. Ja. De een heeft al wel meer als de ander. Maar wat leuk is, iets wat je donkerder maakt, verkleint. Dus ik ga daar lekker een beetje bronzer op doen. Dan verklein ik dat plekje. En lijkt de kaaklijn dus wel strakker. We hebben er net ook een hele mooie voorfoto gemaakt. En straks komt er ook een mooie nafoto. En het leuke daarvan is, is dat je dan echt die effecten zo goed gaat zien. Ja, daar zie je het. Nou, ik heb, hebben jullie last van de lichtval aan die kant of valt het mee? Mag je ietsje naar voren komen? Nu zie je verschil met links en rechts, dat deze kant wat meer vorm heeft gekregen. Ja, kan je goed zien. Ja, Suus zegt, hoi Suus, leuk dat je meekijkt. Mijn favoriete make-up, ik kan en wil niet meer zonder. Nee, ja, leuk. En Jenneke zegt, een hele goede make-up, ik gebruik het elke dag. Ja, ik ook. Ja, ik doe ook echt iedere dag lekker make-upje op. Het laat je gewoon lekker stralen. Het is gewoon heel fijn voor je huid. Ja. Wat je nu ziet, is aan deze kant dat je oog een beetje wat meer naar voren lijkt te komen. Zie je dat? Ja, ja, dat kun je heel goed zien ook. Ja, ja, want hier heb ik het jukbeen iets donkerder gemaakt. En dan lijkt eigenlijk het gebied rondom de ogen lijkt wat meer naar voren te komen. Ja. Leuk hè? Ja. Ja, dat zie je. Even kijken, ik zie heel groot. Kan ik het ook in België krijgen? Nou, we hebben een online shop. Daar kun je allerlei producten aanschaffen of online kopen. Maar je kan ook als je zegt van, hey, ik wil graag eens wat producten
proberen. We hebben door heel Nederland verschillende verkooppunten die met minerale make-up werken. En daar kun je je advies in winnen, maar dan kan je ook misschien wel workshops volgen. Er zijn er ook een aantal die workshops geven. En het leuke daarvan is dan kan je echt jouw persoonlijke kleuradviezen krijgen. Dus ik zou wel adviseren om langs te gaan. En mocht je daar geen tijd voor hebben, dan hebben we ook een heel leuk WhatsApp-team met allerlei visagisten zitten. Die jullie op weg helpen om de juiste kleuren te vinden. Dus dan kun je foto's van jezelf sturen via WhatsApp. En dat nummer dat is 06-1515-4991. En als je dat doet, dan word je gewoon goed op weg geholpen. En dan kun je voor jezelf kijken van, hey, wat vind ik leuk? Ga ik of een keer een workshop meedoen of ga ik gewoon lekker thuis alles testen? Dus net wat je zelf fijn vindt. En wat is de naam van jullie product? Wij werken met Creative Cosmetics. Ik ben even live, maar er komt iemand binnen. Mijn collega die komt er al aan. Oh goed, top. Hartstikke goed. Nou, ik ga de bronzer aanbrengen, ook op de andere kant. En dat doe ik met diezelfde kwast. Want ik heb hem natuurlijk aan deze kant wel gedaan, aan die kant niet. Korea, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Leuk dat je erbij bent. Nog een keer het nummer, zegt Elisa. Ja hoor, dat doe ik voor jou. Dat is 06-1515-4991. Mag je een beetje mijn kant op draaien? En dan gaan we hier tegen het jukbeen aan. Vrij horizontaal hou ik het. En hier een klein beetje verticaal. Dan ga ik hier iets smaller maken. En dan ga ik hier juist iets naar voren werken. Dan krijg je een iets ronder uitstraling. En dan gaat het gebied rondom de ogen lijkt juist lichter. Het voorhoofd neem ik een beetje mee. Om daar een beetje zo'n zonnestraaltje te creëren. Hè? Bronzer is ietsje donkerder. Dan heb je hier, kijk, een beetje, als ik daar wat schaduw zet, dan lijkt de kaaklijn ineens wat strakker te worden. Zo leuk. Zit gewoon in een potje. Ja. Net een kwastje uit een potje. Ja. En wat ik mooi vind is hier, zie je ook een klein beetje zo, dat iets wat je naar voren is, is lichter. En als je dat donkerder maakt, is het heel mooi om zo, dan lijkt dat wat minder te zijn. Dus dat ga ik ook even doen. Klein beetje de kin zo. Nou, kijk eens even. Ja. Zou je eventueel hier nog een klein beetje aan de zijkant bij het neusje? Bij de neus kunnen doen. Vind ik ook mooi. Een klein beetje. Niet te veel. Hoe dichter je naar elkaar toe gaat met de donkere kleur, hoe smaller je neus gaat lijken. Maar ik vind hem zo hartstikke leuk. En de lieve dames van Suzanne en Janneke, die doen het nummer nog even in het beeld zetten. Dankjewel daarvoor. Dat is misschien handig voor degene die het nummer vroeg. Nou, dan hebben we nog een blush. Van een blush krijg je een gezond kleurtje. En wat het fijne daarvan is, je zal wel merken misschien ook, als je wat ouder wordt, verdwijnt een klein beetje de doorbloeding uit je gelaat. En dan kan je veel sneller vermoeider uitzien. Nou, dan is een blush echt te adviseren, want een blush geeft gewoon jouw gezonde kleurtje terug. En het leuke daarvan is, kleuren versterken elkaar. Dus het leuke ook, als ik dan die blush bij jou aanbreng, dan zul je de kleur van je ogen ineens veel meer de kleur zien. Valt veel meer op. Je valt veel meer op, ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat er gebeurt als jij pukkeltjes of puistjes hebt. En je doet dan een rode lipstick op. Dan lijkt het ineens wel echt wel of je pukkels of puistjes veel meer aanwezig zijn. Ja, daar zit je helemaal onder. Ja. En nou ja, met een blush is dat eigenlijk, die geeft nu een compliment naar je ogen. Dus ik heb hier de blush. En die heb ik zo op mijn kwastje. En dat is de blush Crux. Heb ik nu gepakt. En dan mag je lachen. En die doe ik hier op de appeltjes van je wang. En dan mag je voor mij toch heel erg fibril afzetten. Ik vind het wat fijner werken met dit. Want die haal ik goed aan de voorkant. En dan krijg je een iets ronder gelaat. Dat doen we ook aan die kant. Oh, en dat is wel heel mooi van jou. Ben je het gewend, een blush? Nee, nee. Oké, nou ik denk dat jij, als je dit ziet, dat je denkt, oh, dat is misschien wel een dingetje. Dat is wel een dingetje. Nou, ik kijk al een mooi gezond kleurtje. En mocht je nou uitschieten met dit en je denkt, oh jee, wat is het nou, wat heb ik te veel gedaan? Dan pak je gewoon je gummetje. Ik zeg altijd, je foundation kwastje is je gummetje. Dan kan je een beetje zo mee overheen, subtiel. Dan ga je het ergste net erin weg. Nou, dan wordt hij ietsje kalmer. Nou, top. Dat is de blus. En dan hebben we nog een retoucher. Want de potjes allemaal, hè? Ja, prachtig. Ja. En toch heeft alles zo zijn eigen effect. Ja, je ziet dat je er helemaal van opknapt. Ja, Milena die vraagt, kan ik een afspraak maken voor een persoonlijk advies? Nou, moet je even kijken, bij ons op de site staan ook heel veel verschillende verkooppunten. Misschien zit er wel eentje bij jou in de buurt, dat je even contact met diegene opneemt en dan daar een persoonlijk advies krijgt. Wij hebben in Noordwijkerhout een winkeltje en we hebben ook workshopruimte.
Ja, maar ik zou je toch wel adviseren. Er zijn ook verkooppunten die ook workshops geven. Maar wij geven ook workshops om lekker zo'n workshop te volgen. Het is echt heel leuk. Je gaat er helemaal op een andere manier naar jezelf kijken. En wij kijken eigenlijk van, hé, wat is voor jouw uitstraling mooi om accent op te leggen? En soms is dat alleen maar lipstick waar je al heel veel profijt van hebt in je uitstraling. En dat is gewoon heel erg leuk. Gewoon even op een andere manier naar jezelf kijken. Nou, ik ga nu de retoucher doen. De retoucher die is heel fijn. Vooral voor dames die last hebben van grove poriën. Fijne lijntjes en rimpeltjes. Wat hij namelijk doet, de retoucher die verzacht je huid. Ik heb de retoucher, maar wat doet hij exact? Nou, deze idee, ik heb het net verteld. Hij verzacht fijne lijntjes en rimpeltjes. De grove poriën verkleint hij. En hij geeft net wat extra effect. Hij is ook vaak wat lichter als tint foundation. Ik ga hem nu ook gebruiken. Ik pak hem op met dat ronde kwastje. Dus die. En dan mag je even recht vooruit kijken. En dan ga ik hem hier zo in het ooghoekje gebruiken. Een beetje omhoog kijken. En dan hier een klein beetje. Even fijn te poriën. Ik kan ontspannen weer. Een klein beetje op de kin vind ik mooi. En als je nou bepaalde plekjes hebt dat je denkt, oh, dan wil ik net wat meer dekking. Dan kun je hem daar ook wat extra op doen. En ik vind hem voor jou ook heel mooi om hem lekker hier zo goed te doen. Ja. Nou, dat is wel leuk, want ik heb nu rechts wel gedaan en links niet. Dan mag je ietsje dichter bij de camera en dan zie je echt dat verschil. Ja, moet je nou kijken bij je ogen? Ja, dat kan je heel goed zien. Zie je dat deze, die verzachte rimpeltjes en die maakt het eigenlijk wat egaler. Waardoor je echt een opgewekt effect krijgt bij de ogen ook. Dus een meer uitgerust effect. Je ziet ook dat deze kant wat meer vermoeid lijkt. Ja, dat kan je heel goed zien. Nou, dat is eigenlijk een beetje spelen met kleurtjes, maar die retoucher is zo zacht voor je huid, waardoor die echt heel zacht wordt die daar ook. Je merkt het ook. Ja, voelt heel fijn aan. En je retoucher is een mineraal ook. En die werkt heel erg helend op je huid. Dus als je pukkeltjes of puistjes hebt, is die ook echt heel erg fijn. Dus hier zo, buitenkant ooghoekje. Dan gaan we dit wat lichter maken. Een beetje. Mooi aansluiten bij de ogen. Ik hoef niet eens meer te vragen. Je weet precies wat we gaan doen. Ja. Leuk. Allemaal hartjes krijg je. Cool, hè? Als je niet zo vaak lijf gaat, dan zal je wel niet zo vaak hartjes krijgen. Of heb je een hele lieve man? Een kostbare man. Een kostbare man. Nou, een diamantje. Oh, een diamantje. Oh, is uw man er niet meer? Ja. Oh, hij is er nog wel. Oh, hij is voor mij. Hij is gewoon voor jou een diamantje. Voor mij is het mijn diamantje. Nou, dan doe je het hartstikke goed. Ja, dat dacht ik ook. Leuk. En is er nu iemand bij hem dat hij mee kan kijken nu? Nee. Dus hij gaat het straks terugzien. Hij is wel aan het wandelen met de hond. Oh, leuk. Die hebben een hondje. Ja, die is wel aan het wandelen met de hond. Ja. Ja, het is leuk gezicht. Dat kan niet anders zeggen. Ja. Sandra zegt, ik doe de retoucher na de foundation. Ja, Sandra, dat doe ik ook altijd. En Claudia die zegt, licht, have to be better light. Dus meer licht. Oké, nou goed. Je mag ietsje naar voren komen. Misschien dat je dan net iets beter ziet. Ik hoop dat je het zo wel goed ziet, Claudia. Zo, ik zal even zo doen. Ja, toppie. Zo. Mooie kleurtjes. Ja. Nou. Dan gaan we finishing touch. Finishing touch die zorgt ervoor dat alles wat we nu gedaan hebben mooi en geel is. En het leuke van mineralen is, het wordt sowieso al mooi en geel, maar hij fixeert ook jouw make-up. Kijk wat een hartje je krijgt. Zo. Streng enthousiast. met die grote kwast, denk ik aan, mag je ogen dicht. Zo helemaal over het hele gelaat. En de laatste keer van binnen naar buiten. En dat doen we vanwege de haargroeirichting. Hè? Dat doe je zelf ook als je gaat zwemmen bijvoorbeeld en het water uit je gelaat moet. Dan is dat ook heel fijn. Zo. Kijk eens, super mooi. Finishing touch. Nou, dan hebben we ook nog een highlight. Een highlight is echt mijn vriendje. Het geeft namelijk je glans terug. Zo. Ja, dus die ga ik voor jou ook doen. Dat vind ik leuk. Ik heb de highlight Ivory. Jij doet hartstikke goed. Ja, gaat heel netjes. Ik ben er heel groot mee. Nou, dat is fijn. Ja. Nou, die pak ik op met dit kwastje. En die breng ik dan aan hier onder de wenkbrauw.
Waar je altijd wel op moet letten bij je rijpere huid. Iets wat glinstert, accentueert fijne lijntjes en rimpeltjes. Dus je kan hem echt op de gladde gedeeltes wel aanbrengen. Ja. En dan hier een klein beetje in het hoekje. Maar je moet wel heel erg opletten dat het niet te veel wordt. Maar je ziet nu wel verschil met links en rechts. Dat je oog wat meer geopend lijkt. Ja. Wat ik bij de rijpere huid vaak doe is als ik retoucher gebruik. Die retoucher is altijd al wat lichter. En die heeft eigenlijk hier al het effect van een highlight hand. Het is al lichter als jouw kleur foundation. Nou, dan heb ik aan de andere kant ook nog een beetje hier om de wenkbrauw. En hier zo dat ooghoekje. Klein beetje midden van de neus. Heel klein beetje cupidoboogje. Zo. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we nog iets met de wenkbrauwen doen. Dat is ook wel heel erg leuk. Want een wenkbrauw die maakt heel verzorgd. En een wenkbrauw is ook echt het kapstokje van je ogen, ja, zeg ik altijd. Ja. Nou, je zei zelf al, ik doe ook wel veel met mijn wenkbrauwen. Ja. Ja, want ik bedoel, dat spreekt, hè. Ik bedoel, als je daar niks in past, dan vind ik het echt zo'n doods gezicht. Ja. En als je dan iets aanzet, dan krijg je toch veel meer uitstraling. Ja, veel meer uitstraling. Ja, dat is zeker zo, hoor. Ik merk het ook echt bij mezelf. Als ik ze niet doe, dan denk ik wel blote billen gezicht. Ja, wou niet zeggen, blote billen gezicht. Ja, en als ik ze dan wel heb aangezet, dan denk ik, oh, heerlijk, ben er weer. Ik heb weer een broekje nodig. Ja, dat hoort erbij, hè? Ja. Waar je wel altijd op moet letten, als je rijpere huid hebt, ben je vaak ook brildrager. Dat merk je gewoon heel vaak. Het is heel mooi als je wenkbrauwen dan doet, als je een bril draagt, dat je dan die wenkbrauwen gelijk of bijna aan de bril maakt. Aan de bril maakt. Ja, want het is niet mooi om twee accenten bij elkaar te hebben. Dus mag je voor mij heel even je bril opzetten. En dan mag je de bril gewoon ophouden. Dan ga ik die wenkbrauwpoeder eigenlijk eventjes de eerste accentjes bij de wenkbrauwen zetten. En ik werk met wenkbrauwpoeder. En een poeder is heel fijn. Want een poeder, daar kun je graagjes mee vullen. Zonder dat dan iemand ziet dat je er echt getekend hebt. Dus als je wenkbrauwen hebt, heb je wel eens dat het eerste stukje intens is. En het laatste stukje bijna niet meer zichtbaar, hè? Nou, wat dan het leuke is, als je dan het laatste stukje wat intenser maakt, wordt het één geheel. En Annelies geeft je een compliment. Je ziet er echt stralend uit. En Sandra zegt, oh, ik moet helaas eventjes weg. Ik kom straks wel weer terug. Ga later wel terugkijken. Nou, gelukkig kan dat, hè, als we dat doen. Ja. Nou, ga ik voor jou. Of mag je een beetje mijn kant op? Mag je lekker ontspannen? Dan gaan we de wenkbrauwen aanzetten. Ik zie dat de een iets hoger is dan de ander. En ik ga ze natuurlijk een beetje gelijk maken. Ja. Hè, want het moeten zusjes worden. Zeg ik altijd. Tweeling. Ja, tweeling gaat helaas niet lukken. Maar zusjes ga ik mijn best voor doen. Nou, je man weet niet wat hij ziet zo meteen. Nee, leuk, dat denk ik ook. Ja. En wat zo leuk is, omdat je hebt zoveel verschillende tinten. Zo is er echt voor ieder wat wils. En het is heel belangrijk dat je bij je eigen tinten blijft. Want dat maakt het wel of dat het mooi wordt of mooi, dat het aanwezig wordt. Ja. Nou, moet je in de spiegel kijken. Nou, eens kijken. Je daarvan? Keurig. Ja, is wel heel mooi gedaan, zeg. Ja, ik zit erop. Jongen. Doe niet anders. Ja, dat is echt leuk, heel mooi. Leuk, hè? Ja. Oh, je kijkt alle complimentjes. Ja, dat als je zegt, oh, wat een mooie vrouw. Ja, eens kijken hoe doen. Heel tof, hè? Gezicht. Ja. Wat je wenkbrauw eigenlijk doet, hè? Ja. Ik ben echt al een beetje, ook met de bril, want dat hier echt wel een eenheid wordt. Ja, prachtig. De boven helemaal mooi in de boog. Keurig. Ja. Ja, leuk, hè? Ja, is mooi. Janneke, die zegt ook mooie vrouwen. En Pieter zegt, oh, wat leuk, wauw. Ja, tof is dat, hè. En weet je, het is echt voor ieder wat wils. Het is helemaal niet dat je dan maar alles moet doen. Nee. Hey, Doenja, leuk dat je er bent. Maar je ziet wel dat alles echt zijn eigen effect heeft. Ja. En ik vind voor jou dit heel veel effect hebben. Samen met de blus. Dus de wenkbrauw en de blus, dat zou ik voor jou echt doen. Adviseren. Ja. Ja, dat zijn hele mooie producten voor jou. Nou, goed, dan gaan we de andere kant ook doen. Mag je lekker ontspannen. Dankjewel. Een wenkbrauw is echt heel erg persoonlijk. Ik vind wel, het is heel belangrijk dat je weet wat er bij jezelf mooi staat. En je kan best wel eens even wat gaan experimenteren. Maar loop niet te hard van stapel. Ja. Het is wel leuk als je zelf in de spiegel kijkt en denkt van wauw, dit is leuk. Ja, dan ga je ook stralen. Hè? En als je iets op hebt dat je denkt, ja, nou dit heeft iedereen, dat doe ik dan ook maar. Ja, dan zal het je misschien wel niet zo mooi staan. Nee, dan moet je dit niet doen als iedereen het heeft. Nee, ik vind make-up echt wel heel persoonlijk. Ja, en het moet jou ook gewoon een goed gevoel geven als je in de spiegel kijkt. Ja. Nou, mag je in de spiegel kijken? Wat vind je daar nou kijken. Van?
Een heel ander gezicht. Ja, maar je hebt het ook wel heel mooi gedaan ook hoor. Vind je het leuk? Ja, heel mooi. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik vind het ook ben leuk. Je heel tevreden mee. Ja. Nou, dat is fijn. Dat ja. was ook de bedoeling, echt, hè? Echt heel mooi gedaan. Ja. Ja. Zou ik er nog recht op in bed blijven zitten? Ja, zou ik lekker doen. Ja hoor, je hebt gelijk. Hey, en wat het leuk is van die wenkbrauwpoeders, daar kan je dus ook hele leuke dingen mee. Hè? Want als je wat ouder wordt, dan neem je wel dat dit een klein beetje overhand. Ja. ja. Nou. Kijk net, wordt vast heel mooi. Hoi Tineke, leuk dat je meekijkt. Nou, het is al met voor en na, nu al, hebben we echt al wat behaald. Hè? Ja, maar heel veel. Nog ja. steeds heel persoonlijk, hè? Ja, ja absoluut. Ja. Nou, ik was even aan het vertellen van die wenkbrauwpoeder. Het leuke daarvan is dat je hem voor meerdere dingen kan gebruiken. En wat ik voor jou heel mooi vind, is om een kleine schaduw te maken in de arcadeboog. Je hebt van jezelf echt al hele mooie arcadebogen. Dus jouw bewegend ooglid is heel duidelijk zichtbaar. Dat heb je heel vaak niet meer. Als je wat ouder bent, dan heb je dat er goed. Ja, allemaal gaat het een beetje hangen. Ja, dat heb je helemaal niet. Dat heb jij al mee, hè? Dat is al heel fijn. Maar door daar nog een extra schaduwtje bij te zetten, is het wel heel mooi. Want je zal zien dat het net even wat rustiger verloopt dan al. Mag je heel veel je bril afzetten, inderdaad. Goedemorgen uit België, Hilde. Hoi, hoi. Leuk dat je meekijkt. En Thea, wauw, je lijkt nu al 20 jaar jonger. Dank u. Die was in de pocket. Zo is het. Hey, ik heb die wenkbrauwpoeder opgepakt met dit kwastje. En nou, mag je lekker ontspannen gewoon recht vooruit kijken. Want wat ik ga doen, wat wel leuk is, je hebt hier allemaal een bordje van je oogkast zitten. Als je daar een beetje een schaduwtje maakt, dan ga je het dus een beetje liften. En dat ga ik nou voor jou doen. En dan ben ik met die wenkbrauwpoeder aan het doen. Ja. Hetzelfde die je ook in de wenkbrauw hebt. Dus het zit op de wenkbrauw en het zit op ook nu als een schaduwtje bij je oog. Ja, als een soort oogschaduw heb ik dat gezet. En dan gaan we ook aan de andere kant doen. Meteen het oogkastbordje aan, een beetje omhoog werken. En samen met die highlight loopt dat nu heel mooi rustig in elkaar over. En dan heeft het gewoon een heel mooi effect bij de ogen. Ja, kun je heel duidelijk zien. Judith zegt, oh, wat een leuke en mooie vrouw. Ja. Oh ja, je hebt echt lekker complimenten gescoord vandaag. Fijn, hè? Nou, wat ik ook wel mooi vind, is een mooie lipstick. Want dat mis ik er nu wel bij. En u draagt wel zo'n lipstick, hè, ook? Ja. Dat is leuk. Heel mooi. Ik ga verder geen oogschaduw doen. Ik doe nog wel eventjes mascara zometeen. Maar de lipstick die ik heb gepakt is First Blossom. En dat is gewoon een heel mooi, roze, sprankelend tintje. Nou, en die pak ik even zo met een wattenstaafje. En die gaan we aanbrengen met een lipkwastje. En hebben we wel eens gehad dat als je lipstick opdoet, dat die dan een beetje in de fijne lijntjes kruipt? Ja, die kruipt in de fijne lijntjes. Ja, heb je dat gelezen? Ja, daar heb je gewoon gelijk in. Nou, wat je dan kan doen, is een beetje foundation op je kwastje pakken. En dan mag je zo je lippen doen. En dan ga ik daar foundation omheen aanbrengen. En dan met een klein kwastje ga ik eerst omlijsten en dan invullen. En dan heb je veel minder dat het in de plooitjes kruipt. Dus dat is heel erg leuk. En nu gaan we een beetje kleur erbij doen. Dat is wel ook, vind ik echt heel leuk. Want dat doet altijd wel heel veel, hè? Kleurtjes. Maakt echt een verstralende look. Mag je niet zo? Zo? Ja, dankjewel. Wat het leuke daarvan is dat je dan een hele frisse lipkleur krijgt. En dat is ook wel heel mooi voor je blauwe ogen. Want die kleur die geeft gewoon echt gelijk een compliment aan je ogen. Waardoor die ook weer wat meer naar voren komen. Ja. Ja, gaat goed hoor. Vinden jullie het mooi worden? Hey Jolanda van Vuren, hebben jullie ook iets voor vitiligo, witte pigmentvlekjes? Voor degene die inderdaad niet weten wat het is, je legt het eigenlijk gelijk zelf al uit, hartstikke goed. Wat ik zou doen voor vitiligo, dat zijn eigenlijk bepaalde plekken die maken geen pigmenten meer aan, waardoor je een soort witte plekken krijgt. Dus als je de zon ingaat, hè, hetgeen wat wel nog bruin wordt, dat wordt bruiner.
En de plek eigenlijk niet meer. Dus als je de zon in gaat, wordt het eigenlijk veel meer contrast. Nou, goede zonnebrand is dan sowieso al heel goed. Maar dat zal je vast weten als je dat al hebt. Het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Je kan dan met een donkere foundation, kun je de vitiligo plekjes ietsje donkerder maken. En wat heel mooi is, het randje van het witte plekje, daar zie je vaak de overloop zitten. Om daar een klein beetje met die roze concealer eroverheen te gaan, dan maak je dat weer wat subtieler en zachter. En wat ik ook altijd wel de kunst vind is met vitiligo of andersom pigmentvlekjes, is dat je aandacht gaat verleggen. Vaak zitten pigmentvlekjes hier zo, en dat is met vitiligo eigenlijk wel, die plekken, maar dan andersom. Is dat heel mooi, als je dan bronzer en blush bijzet en highlight, haal je eigenlijk de aandacht naar je ogen of naar je lippen met een felle kleur. En dan zie je eigenlijk, dan valt het je veel minder op. Dus de kunst is ook om daar een beetje doorheen te kijken en niet alleen maar te focussen op die pigmentvlekjes. En ik snap heel goed dat een ander altijd zegt, oh, dat valt toch wel mee. Nee, jij wil daar gewoon iets voor hebben en jij wil het gewoon weg hebben en gecamoufleerd hebben. Maar door hele kleine dingetjes te doen, kun je dat dus heel mooi oplossen. Dus die overgang is heel belangrijk, dat die subtiel gaat verlopen. Maar ook dat lichtere dan juist iets donker te maken. Donkerder te maken als de kleur die dat dan eigenlijk is. Want dan gaat het weer meer naar de toon van jouw huid. En als je daar wat extra advies over wil, kun je of een keer lekker een workshop komen volgen. Of je komt bij ons langs of bij de verkooppunten een afspraak maken. En dan kijken we samen wat het beste voor jou passend is. Maar dat doen we graag voor je hoor. En anders kun je ook eventueel via dat 06 nummer, hè, wat al een paar keer in beeld is geweest, even je vraag stellen. Ja. Nou, ik ga nog even door met de lippen. Ja. Je zit helemaal te wachten op mij. Sorry hoor. Nee, dat geeft niet. En je wilt het graag even uitleggen. En dan weet je zo. Mag je een beetje mijn kant op draaien? Ja, dankjewel. Zo. Oh, dat is zeker een mooie tint. Tof, hè? Nou, ik ga voor jou nog lekker mascara doen. En dan alle kleurtjes die ik vandaag gebruikt heb, die zet ik zo meteen, of mijn collega, die zet ze onder de video erbij. En dan kun je dat heel mooi zien. En dan gaan we zo nog een mooie nafoto maken. Oh. We gaan eerst mascara doen. Maar gewoon zo blijven zitten. En doe je zelf ook als mascara? Nee. Heb je gevoelige ogen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, maar gebruik ik eigenlijk nooit mascara. Nee. Ik wou zeggen, deze is echt speciaal ontwikkeld voor de meest gevoelige ogen. Ja. En hij is gewoon lekker zacht voor je wimpers, zonder dat hij je ogen droog maakt of tranenogen geeft. Juist. En dat vind ik altijd wel heel mooi, hoor, want je haalt nu echt de aandacht mooi naar boven ja, van de ogen. Bij de ogen. Ja. En dan mag je een beetje mijn kant op draaien. Dan gaan we die kant ook doen. Gaat super goed. Ik ben helemaal blij met jou. Doe dan niks hoor. Nou ja, je zit model voor mij en het gaat hartstikke goed joh. Je hebt ook helemaal niet onwijs... Lekker rustig. Ja. Ja, vind je het lekker rustig? Zag ik me best druk volgens mij. Vind je het heerlijk als ik gefrustig word? Ik vind het echt heerlijk. Ja, is ook lekker. Ik vind het ook heel fijn altijd. Dus het is echt een uitje voor je. Ja, lekker is. Mag je mij aankijken? Dat is wel handig inderdaad. Kan ik precies dat hoekje meenemen. Nou, je ziet dat ik vrij aan de buitenkant werk met de mascara. Ik krijg gewoon een mooie open uitstraling. En dan mag je voor mij je bril opzetten. En dan gaan we eens even kijken wat iedereen ervan... Zo, maar eens even kijken wat iedereen dat ervan vindt. Cool, hè? Prachtig. Ja, heel anders als dat je binnenkwam. Wat vinden jullie ervan? Heel mooi. Ja. Kijk, duimpjes. Dat hoort. Goed, hè? Ja. Zal ik nog ietsje proberen dichterbij te doen? Ik ga dat gewoon. Ik vraag me nu echt af wat haar echtgenoten ervan wel zou vinden. Ik vind het namelijk echt prachtig. En het is super mooi geworden. Allemaal hartjes krijgen. Mag je kind ietsje naar beneden doen? Kijk, dat gaat heel goed zien. Kijk, dan komt de camera dichterbij. Moet je kijken hoe gaaf. Ja, is heel mooi. Leuk, hè? Ja, is echt heel mooi. En echt niet overdreven. Nee.
Maar wel echt verzorgd en stralend. Oh, Vic View, zegt Thea. U ziet er heel mooi uit, zegt Julia. Oh, je krijgt hartstikke veel hartjes. Nou, daar vind ik lief van ze. Tof, hè? Maar ja, jij verdient ze eigenlijk. Nee hoor, jij verdient ze. Nee, ik vind dat u ze verdient. Ik geef ze liever weg. Heel leuk. Nou, ik vond het superleuk. Ja, ik ook. Ja. Gaat het zomaar lekker aan je man laten zien? Ja, dat gaan de kon laten doen. Zit heb je nou gedaan? Wauw. Nee, je ziet het meteen wel. Ja. Minder stap. Ja, hè? Zo, zoals ze, nou. Hij zal wel zeggen, je bent weer 10 euro meer waard, meid. 10 euro meer zeg, waard? Oh. 10 euro? Laat er maar 100 van. Ja. Ja, ik vond het echt gezellig met u. Ja. Leuk. Ja. Ik ga een mooie naamfoto, gaat mijn collega maken. Die zet uiteraard ook bij jullie erin. En nou ja, ik vond het gezellig met jou. Ja, ik ook. Ik vond het ook hartstikke gezellig. Ik ben ook heel blij dat je het gedaan hebt. Ja, hartstikke goed. Ja, heel leuk. Jullie bedankt voor het kijken. En we gaan een mooie naamfoto maken. En tot de volgende video, hè. Doei, doei. Bedankt.